Wij gaan op vakantie. En het valt eigenlijk een beetje tegen. Nog zo flauw gevallen. Leuk dat je kijkt bij deze nieuwe vlog. Deze vlog wordt echt amazing. Althans, dat hoop ik. Wij zitten namelijk nu in het Ramada Hotel in Amsterdam. Naast Schiphol. Want morgen vliegen wij dus naar Cancun. Wij moeten morgenochtend om 7:30 op het vliegveld zijn. En ik dacht, als we vanuit Arnhem moeten komen en er moet iemand ons nog hier naartoe rijden morgenochtend, dan moesten we gewoon super vroeg op en zoveel geregeld. En dan vast dat we dingen zijn vergeten. Dus we hebben vandaag eigenlijk gewoon rustig onze spullen gepakt. We zitten hier heerlijk gewoon een nachtje in een hotel. En dan morgenochtend pakken we de shuttle, dus 5 minuten of zo naar het vliegveld. En dan kunnen we rustig weggaan. Alles is al gepakt. Eddie vindt dat we belachelijk veel hebben. Ik vind het nog wel meevallen. 2 grote koffers, 2 kleine en een kinderwagen. Waar gaan we morgen naartoe? Naar Mexico. Mexico! We gaan gewoon naar Mexico morgen! Wat gaan we daar doen in Mexico? Zwemmen en lekker zonnen. En lekker chillen. As you can see, ben ik er echt aan toe. En liggen? Ja, ik kan dat. Dat kan ook, zeker. Maar ik zeg wel eerlijk, ik heb echt wel een heel erg vliegangst door een keer een nare ervaring. En toen Juda baby was, toen deed Eddie het voornamelijk. En dat was wel chill, want Juda lag alleen maar te slapen. Maar nu vliegen wij dus overdag. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik ben gewoon super zenuwachtig ook al voor de vlucht. Maar ik heb genoeg cadeautjes, genoeg films gedownload. Dus ik hoop dat het helemaal goed komt. Waarschijnlijk wel er. We kunnen toch niks aan veranderen als we erboven zitten. Wij gaan op vakantie. Wij gaan op vakantie. Wij gaan op vakantie. Yay! Dansen, dansen, dansen. Ja, ik moet opschieten van Juda. Maar goedemorgen. Het is 7:15. Super netjes hebben we het gered allemaal. En wij gaan nu naar het vliegveld. Dit is even mijn vliegoutfit. Want schoenen naked. Ja, dit pak is van de H&M. We gaan zo met het vliegtuig. Body is H&M Sport en het jasje is van de Zara. Dus ik ben helemaal airport ready. Let's go! Thank you.
zeg. Kijk. Kom maar erin. Goed vasthouden, hè? Papa goed vasthouden. Goed. Papa vasthouden. Dat is oké. Okay. Buenos dias, welkom in Tulum. Oh my god, we zijn al in Mexico. We zijn gisteravond laat aangekomen. We hadden ongeveer een uur... Mexico! We zijn in Mexico! Maar we hadden een uur vertraging, want er was heel veel wind blijkbaar. Dus zijn we langs de kust van Amerika helemaal gereden. Of gevlogen. Joda! We werden vannacht wakker om... 3:15. Juda in ieder geval. Zware jetlag. En zonder eten, no. Zonder drinken. No, yes. Nee. See. Maar we hebben dus allemaal zware jetlag. Het is nu 10:00 hier en we hebben echt al zoveel gedaan. We hebben gezwommen. Hè? Je hebt zo goed gezwommen. We hebben via een taxi eten besteld of zo. Die kwam broodjes kippen brengen. Maar het is in ieder geval beautiful hier, dus ik wil het heel even laten zien. Eerst even ons uitzicht van het hotel. Kijk. Het is zo mooi Instagrammable. En dan zitten wij even aan het filmen hoe onze kamer eruit ziet. Ga je meedoen? Ga je alles laten zien? Ik ga dansen. Ga je dansen? Hij is zo vrolijk al de hele tijd. Dus hier kom je binnen. Wij zitten dan als enige op deze verdieping. Dan zit hier een slaapbankje voor Juda. Dat is jouw bed, hè? Ja, dat is jullie bed. Ja, en hier een... Juda is alleen in je bed. Ja, en dan hebben we hier een tv. En hier zit papa. Het is al een rommel. We hebben net boodschappen gedaan. Dit is de keuken. En we kunnen gewoon lekker koken. Dus dat scheelt ook wel. Net boodschappen gedaan. Dan is dit ons kleding. Hop. Nog best wel netjes. Ons bed. Onze badkamer. Met een regendouche. En het is hier gewoon allemaal zo mooi. Ik vind het gewoon zo mooi hier. En dan als klap op de vuurpijl, ons terras. Wat wij pas wisten, een paar dagen voordat we hier kwamen, dat we dit hadden. Maar dit is ons privé terras. Het waait wel heel hard. Met een eigen zwembad. En dan hier... kunnen we barbecuen, lekker lunchen, zonnen. Het is helemaal van ons. Dus ja, we hebben er zoveel zin in. Ah, vakantie! Mama, er is ook een leven. We hebben net even lekker gechilled, geslapen, gezwommen. Ik helemaal niks. En we wilden eigenlijk hier eten, gewoon om nog verder te chillen. Maar we hebben toch besloten om nog even snel bij het strand te gaan eten. Ondanks onze zware jetlag. We gaan het toch doen, we moeten doorbijten, we moeten er vanaf. En hopen dat hij dus morgen niet om 3:00 wakker wordt. En ik heb een nieuwe zonnebril. Is zo achter. Alweer, ja, ik kon het niet laten op het vliegveld. We moeten zo lang wachten. Ja, we gaan naar beneden. En Annie shined met Fred. Fredje! Fred en Max.
is vandaag alweer zaterdag, dag 2 in Mexico. En jullie liggen te slapen. We gaan onderweg, of wij zijn onderweg naar een art museum. Zoiets. Maar deze mensen kunnen echt niet rijden. Maar zo misschien kom ik uit. Hiervoor zijn we naar Mexico gekomen. Lekker gezond eten. Zonnetje en een blij kind. Yay, wat ben je aan het doen? Dus we zijn nu al 2 dagen in Mexico, toch? Ja. Dit is pas dag 2, hè? Ja, ik heb het idee alsof we er al veel langer zijn. We zijn vanochtend dus naar dat museum geweest. Al is het is super mooi gedaan. Maar het is meer een Instagram plek dan een museum. Er waren echt alleen maar mensen daar om Instagram foto's te maken. Dat was wel grappig. En daarna hebben we gegeten bij Potheads. Leuk tentje, goede prijzen. En we wilden eigenlijk naar het strand, maar Judah vond de golven heel erg eng. Dus we hebben eigenlijk de rest van de dag heerlijk bij het zwembad gezeten. Gechilled. Ik heb een beetje hier opgeruimd. We gaan zo ergens naartoe waar we lokaal kunnen eten. Dat had super veel goede recensies en het kost echt geen hol daar. Want ik moet eerlijk zeggen, Tulum is duur. Oh my god. En het valt eigenlijk een beetje tegen. Al zijn wij hier niet om te feesten en te clubben en voor beachclubs. Wij zijn hier echt alleen om te relaxen en te zonnen en even helemaal niks te moeten. Maar Tulum is heel groot. Toen wij het gingen boeken dacht ik dat het dus heel klein was. En dat alles bij elkaar zit. Maar dat is dus niet zo. Tulum is echt heel groot. Wij zitten ook best wel ver van het centrum vandaan. Je kan niks lopend doen. Je moet echt overal een scooter of een taxi voor nemen. En dat is best wel prijzig, vind ik. Ik hoor verschillende verhalen. Want andere mensen vinden het bijvoorbeeld goedkoop. Je moet goed afdingen. Daar ben ik heel slecht in. Misschien dat het daarom zo duur is. En als je dan in Tulum is dan waar alles eigenlijk zit. Alle mooie plekken die je op Instagram ziet en zo. Dat is één lange straat aan het strand. En je kan bijna nergens het strand op zonder dat je een beachclub ingaat.
Wat niet erg is hoor, maar het ding is, je betaalt iets van $125 om op het strand te mogen zitten in een beachclub. Zonder dat je daar drinken of whatever voor krijgt. Ik weet dat sommige plekken in Bali ook zo zijn, maar dan krijg je nog iets van $100 om uit te geven aan eten en drinken. En dat is hier dus niet zo. Dus wij waren gisteren bij een beachclub en het was echt duur. Het was $120 voor een burger, spare ribs en wat hadden we? Waren dat tacos? Ja, maar wel sashimi tacos. Sashimi tacos waren wel echt super lekker voor $120. En zo is het allemaal een beetje hier. Dus we vinden het niet erg om af en toe naar een beachclub te gaan. Maar ik dacht wel dat Mexico gewoon goedkoop was. Misschien is het net de plek waar wij naartoe gaan. Maar we zijn hier ook pas net 2 dagen. Maar we hebben vandaag een heel leuk straatje ontdekt waar je wel een beetje kan lopen. Waar ze leuke tentjes hebben en waar je lekker kan eten. En kleine winkeltjes en zo. Dus ik denk dat we daar gewoon wat vaker naartoe gaan. En ze hebben daar een gratis strand. Dus dat is ook goed. En verder is het hier gewoon super lekker weer. Het weer is echt, doet zo goed met je. En we genieten zo erg van die kleine jongen. In Nederland had hij echt zware zwemangst. Hij durfde nooit in het zwembad, nooit in het water. Niet douchen, niks, niet. Altijd drama. En de eerste dag dat we hier zijn, hij wilde zwemmen. En hij zwemt nu gelijk zonder dat wij hem moeten te helpen. Gewoon met zijn bandjes. En ik ben super trots. Dus voor hem doen we het allemaal. En hij geniet van de hele dag zwembad. Dus dat is heerlijk. Dit is ons hotel en hier zit dus een super lekkere juice bar en salade bar en best goed te betalen. Dus lekker ontbijtjes bestellen en zo. En dan dit is ons appartement helemaal. Dus lekker daar op het terras. En zo zien de straten er allemaal een beetje uit. En hij doet het zo goed. Kijk joh, met swagger hier. Ja. Het waait super hard, dus ik weet niet of jullie me horen. Maar dit is dus eigenlijk 1 lange weg. Van Cancun naar de andere kant van Mexico is gewoon 1 lange weg rechtdoor. En hieraan zitten dan allemaal zijstraatjes richting Tulum Center, Playa del Carmen. De eerste cactussen! Als je daar de straat in gaat en dan helemaal rechtdoor, kom je pas bij het strand. Good morning, het is dag 3 in Tulum, Mexico. Ik had gisteren voor het laatst gefilmd dat we ergens tacos gingen eten. Nu zijn die heel slecht gevallen, dus Eddie en ik hebben beide zieke buikgriep. Het begon eigenlijk al gelijk nadat we het gegeten hadden. Het was een hele nacht vol kotsen en diarree en whatever. En op een gegeven moment vroeg ik of Eddie mij wilde helpen, want er was een heel groot beest naar binnen gevlogen. Super stom. En toen stond Eddie te snel op en hij was zo flauw gevallen. Met zijn hoofd tegen de muur. Dus best wel drama. Vooral voor mij. Ik was zo erg geschrokken, want hij raakte een soort van helemaal in shock. Dus toen ben ik snel naar buiten gerend om te vragen of die mensen van het hotel ons wilden helpen. Het was pas 9:30 of zo, maar we waren al zo vroeg in bed. Toen kwam hij weer bij. Toen hebben we een dokter gebeld die even ging kijken naar zijn hoofd. Want hij heeft best wel een grote wond. Nou ja, wond. Meer een schaafwond. Kom eens. Ik moet wel filmen. No. Lekker man. Maar dat was gelukkig goed. Hij had geen hersenschudding.
En toen heeft hij een spuitje gekregen van de dokter, waardoor die buikgriep eigenlijk gelijk, of die voedselvergiftiging eigenlijk gelijk wegging en ook de hoofdpijn. En ik mocht ook dat spuitje, maar ik vind het gewoon eng om zomaar shit te gaan spuiten. Dus ik heb alles er nog uitgegooid de hele nacht. En vanochtend heb ik ook medicatie gekregen voor het overgeven. En nu gaat het wel weer. Nu vooral even slapen. Zoals iemand al mooi zei, je kan beter ziek zijn hier in Mexico dan thuis in Nederland. En we hebben gewoon een super lekkere kamer. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om hier te zitten. We hebben een tv waar we op kunnen Netflixen en YouTube kijken en alles. Dus en deze amigo ligt ook wel te slapen. Hij is gelukkig niet ziek geweest, want deze jongen eet 's avonds alleen maar pasta. In Nederland ook. Dus we hebben hier gewoon pasta zelf die we kunnen koken. Dus voordat we uit eten gaan, eet hij altijd eerst pasta. Dus hij heeft gelukkig nergens last van gehad. Want anders was ik al helemaal in paniek geweest. Dus ja, een beetje een andere dag dan we hadden gehoopt. We hadden best wel nog wat sightseeing dingen op de planning. Maar nu gewoon vandaag een lekker dagje chillen. En dat was de vlog voor nu. Want in verband met tijdverschil ga ik nu de vlog online gooien. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Wij zijn al beter. We hopen morgen helemaal de oude te zijn en weer allemaal leuke dingen te kunnen doen. En ja, tot volgende week.